Welkom allemaal, beste mensen. Wat fijn dat we er vandaag weer met elkaar zijn en uh, dit webinar kunnen hebben over Noordzeevis uit Mijn naam is Suzanne van der Peil en ik ben één van de bestuursleden van de stichting. Dat ben ik natuurlijk niet alleen, want we draaien de stichting uh, met een heleboel mensen. Dit is het voltallige bestuur, ik denk dat u de meeste van ons wel kent. En een aantal daarvan komen vandaag ook gewoon weer langs. We hebben een webinar georganiseerd. We hadden misschien, misschien wel bij elkaar kunnen komen, maar we dachten het is nog net even iets te vroeg. De volgende keer doen we dat natuurlijk zeker. Want er is niks zo leuk als gewoon ook met elkaar praten over vis en met elkaar ook een visje eten. Dus de volgende keer is het zeker weer fysiek. Even voor deze uh, bijeenkomst. Nou ja, ik denk dat u de, de, de praktische zaken langzamerhand wel kent. U kunt via de chat vragen stellen, dat kan altijd. Zet dan even erbij voor wie de vraag bedoeld is. We hebben een heel mooi programma, heel inhoudelijk. Dus ik kan me goed voorstellen dat er veel vragen gaan komen. We nemen het hele webinar op. En dat betekent dat u het ook altijd weer kan terugkijken naar afloop. Ik denk dat morgen of overmorgen de link ook wel weer rondgaat. En daar staat dan, uh, staat dan alles in. Even het programma voor vandaag. De hoofdonderdelen hebben we hier even genoemd. Natuurlijk hebben we Matthijs Den Heijer, de voorzitter van ons bestuur, gevraagd om ons even mee te nemen in, nou, wat hebben we vorig jaar gedaan? Wat gaan we het komend jaar doen? Waar staat de stichting? Hij zit hier bij mij aan tafel, dus dat is ook heel fijn. Dan gaan we even in op de visbordjes. Misschien heeft u ze alles gezien in de winkels. Daar liggen ze volop, worden volop gebruikt. Um, veel waardering daarvoor. En Paul zal even vertellen uh, wat er precies op staat en hoe u daarmee uh, moet gaan werken. Dan hebben we uh, twee mensen van Wageningen Economic Research: de eerste is Gemma Takke, de tweede is Geert Hoekstra. Uh, Beiden hebben heel veel onderzoek gedaan, ook mede in opdracht van, uh, van de stichting. Um, en het onderzoek gaat ook natuurlijk over Noordzeevis uit Gemma Takke zal vooral ingaan op consumentenonderzoek en met name wat op wat jongeren vinden van visuitschreveningen. En Geert Hoekstra zal ingaan op het verdienmodel, ook niet onbelangrijk, want we willen natuurlijk ook wat verdienen met visuitschreveningen. Nou, dan hebben we nog wat interviews met ambassadeurs. Ik zie hier staan Huibert, de leden van Wildcatch, maar het leuke is dat uh, ook uh, Habraken aansluit. En dan nog iets over ons internationale kookboek, alvast een voorproefje. En uh, daar komen we graag bij u op terug. Maar voordat we naar de presentatie van Matthijs en Den Heijer gaan, uh, hebben we twee korte interviews met ambassadeurs. Want hoe zij uh, kijken tegen de lockdown aan. Dus ik wil eventjes met u kijken naar het filmpje over deze twee ambassadeurs. Aan, uh, ja, feestelijk. Het wat, uh, wat hebben jullie gedaan uh, de afgelopen periode, deze, deze, maanden dat, deze maanden dat we dicht waren? Ja, we doen uh, ja, bezorgen, afhalen, uh, kleine familieketeringetjes van 4 tot 10 personen max. En dat gaat redelijk. Dat gaat redelijk. En, uh... Ja, hoe kijk je nu vooruit? Uh, er, er schijnt het een of ander te gaan versoepelen. Uh, zijn jullie al aan het voorbereiden? Ja, wij gaan ervan vanuit dat we woensdag aanstaande woensdag open mogen. Uh, we hebben een aantal res reserveringen staan al op voorhand. Uh, ja, daar gaan we vanuit dat dat moet kunnen. En uh, heb je er zin in? Ja, ontzettend veel zin in. Hier, hier kijken we toch wel uh, echt naar uit. Het is de derde lockdown geweest, dus Mag gaan gebeuren. Oké okay, Tobias, hoe uh, was de afgelopen lockdown voor jullie? Uh, de afgelopen lockdown waren we dicht eigenlijk. We hebben nog wel een beetje takeaway gedaan vorig seizoen, maar hebben we niet heel veel aan gedaan. Uh, eigenlijk alleen maar drankjes uh, voor de voorbijgangers. Dat is het. En uh, hoe kijken jullie uh, naar, het, naar de toekomst? Uh, nou, we hopen 1 maart gewoon volledig open te kunnen gaan. Um, we hopen wel wat minder restricties of helemaal geen restricties um, ja we zien wel uh, dat er personeelstekort misschien weer gaat zijn dus daar zijn we ook mee bezig en uh, strand en zonbeach heeft natuurlijk een seizoen van uh, maart tot oktober ja. dus uh, is deze lockdown dan ook uh, je het voor jullie geweest of hebben jullie er niet zoveel van gemerkt? Uh, deze lockdown nog niet, gelukkig vorige lockdown wel maar uh, ik hoop dat uh, deze lockdown uh, voor 1 maart uh, gaat stoppen. Oké, okay. zijn jullie al aan het voorbereid op het nieuwe seizoen? Ja, we zijn al bezig met de uh, menukaart personeel zoeken. Dus we uh, zijn er helemaal mee bezig. Hebben we er zin in? Weer gaan. Yep. Ja, je ziet het. Uh, de lockdown uh, hakt, er, uh, hakt er hard in. Natuurlijk bij die ondernemers die open zouden zijn uh, wat meer dan bij de ondernemers die uh, toch misschien al dicht waren omdat ze een strandtent zijn en pas uh, ja, half maart of eind maart uh, open gaan. In ieder geval, wij willen al onze ambassadeurs, of ze nou al dan niet last hebben van de lockdown, de meesten hebben het eigenlijk wel, uh, willen we toch, uh, wouden we even verwennen. En hebben we gezegd, we vinden het belangrijk dat jullie er allemaal ook een beetje warmpjes bij zitten. En daarom hebben we aan het begin van het jaar bij iedereen zoveel mogelijk een muts uitgedeeld. ziet het, zo zat iedereen er heel lekker warmpjes bij. En ondertussen is bij mij aangeschoven Matthijs Den Heijer en ook hij heeft uh, zo'n lekkere warme muts op. Als voorzitter van de stichting ben ik heel blij dat uh, die muts hem ook zo goed staat. Matthijs, fijn dat je deze keer weer bij ons aan tafel wil schuiven en gewoon even wil vertellen hoe het staat met de stichting. En uh, ja, ik ben heel benieuwd. Graag aan jou het woord. Dankjewel, Suzanne. Ik geef je ook even de klikker, alsjeblieft. Dankjewel. Uh, goedemiddag iedereen. Uh, nou, wat Suzanne zei, uh, ik heb ook een muts op mijn hoofd. Dat is mes snijdt uh, in mijn geval aan twee kanten, want ik ben ook nog niet naar de kapper geweest. Dus ik heb wel nog een uh, coronacoep te pakken. Um, ik zal jullie even meenemen naar uh, uh, waar we hebben gestaan de afgelopen tijd en uh, waar we naartoe gaan en wat we allemaal hebben meegemaakt. We hebben natuurlijk uh, uh, de vorige webinar meegemaakt. Uh, veel, uh, veel kijkers hebben ook teruggekeken. We hebben het er net in de studio ook over gehad. Um, hij staat straks gewoon online, dus mensen kunnen hem uh, gelukkig terugkijken. Nou, het totaal wat we in 2021 allemaal bij hebben behaald. We hebben als stichting echt wel een goed jaar gehad. Uh, veel ambassadeurs mogen verwelkomen, dus we zitten nu op 74. We vers, uh, versturen verschillende nieuwsbrieven. We hebben totaal drie webinars. Nou, zoals u ziet, totaal 850 keer bekeken. De website wordt, uh, wordt goed bezocht en het uh, totale bereik op de socials uh, doen we het ook steeds beter, dus uh, we zien dat de stichting en dus het lokale product Noordzeef is uit Scheveningen steeds meer mensen bereikt. Uh, de nieuwe ambassadeurs, een kleine greep uh, uh, die we de laatste tijd uh, hebben mogen verwelkomen. Uh, ik heb zelf twee ambassadeurschappen mogen uitreiken. Ik ben bij Stefan en Nathalie bij, bij de Dukdalf geweest, uh, bij Niels Habrake in Haabrak, uh, uh, sorry in Stellendam. En gelukkig hebben we ook uh, Simonus uh, mogen verwelkomen. Daar is Kees Staal uh, op bezoek geweest. En ook Wild Catch is erbij gekomen. Dus welkom uh, bij de familie. We zijn blij uh, dat jullie uh, lid zijn geworden van uh, Stichting noordse uit Scheveningen. Nou, u zag het uh, net. We hebben 74 ambassadeurs. Uh, we willen uh, snel naar 75 ambassadeurs gaan. Uh, misschien zelfs nog meer. Uh, dus wilt u ook ambassadeur worden, uh, schroom u niet uh, om een mailtje te sturen. Uh, naar Paul uh, en kom zo snel mogelijk uh, bij de club. Nou, de nieuwe projecten, zoals ook vorige keer benoemd, uh, we zijn aan het inzetten op narrowcasting. En dat houdt in dat we eigenlijk uh, hele mooie reclamematerialen uh, bereiden uh, samen met om onze ambassadeurs om juist die Noordzeevis uh, uh, beter uh, uh, te laten zien. Narrowcasting. <coughs> Ons jaarplan voor 2022 ligt al, uh, ligt al klaar. Uh, we gaan zwaar inzetten op, uh, op extra beeldmateriaal. We gaan natuurlijk op de socials uh, zorgen dat uh, Noorse vissers scheveningen uh, uh, goed uitgedragen wordt. Uh, we blijven onze oorkondenuitreikingen uh, zelf uh, bij de ambassadeurs uh, thuis als het ware uh, brengen. Dus word alsjeblieft lid. Uh, we gaan ook weer het menukaartenonderzoek doen. En met name onder de strandpavillons en restaurants in de haven van Scheveningen. Waarin het elk jaar weer interessant is om te zien. Uh, in hoeverre de restaurants en strandpavillons. extra de lokale vissoorten op de, op de kaart hebben gezet. Allemaal mooie ontwikkelingen voor, uh, voor dit jaar. Um, we hebben ook het, uh, de lijst met alle soorten vis. Uh, uh, eigenlijk, als het goed is, totaal af kunnen maken. Nou, zoals je ziet, uh, uh, is onze huisfotograaf. Uh, die ook de foto's voor uh, alle kookboeken cook heeft gemaakt. Uh, nog extra alle vissen uh, bij Den Heijer in de, in de winkel. Uh, om een mooi stukje ijs. Uh, uh, foto's weten te maken. Dus zo hebben we als het goed is. straks alle vissen uit de Noordzee op de foto. Ze komen ook op de website te staan. En we stellen ze beschikbaar voor de ambassadeurs. Uh, voor bijvoorbeeld een uh, promotie, uh, zodat ze deze extra kunnen communiceren. Nou ja, zoals uh, bij de vorige Webinar ook benoemd. Uh, we hebben uh, wat contact gezocht uh, met, uh, met, de, met de politieke partijen. Uh, voor de uh, aankomende gemeenteraadsverkiezingen. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat uh, ook de gemeenteraad, natuurlijk, zich kunnen hardmaken om uiteindelijk de lokale vissoorten uh, beter te laten zien. En met name een stukje toerisme, uh, maar ook de. of uh, uh, die uh, wat meer de lokale vissoorten zouden kunnen consumeren. Dus we hebben uh, de mail uitgestuurd naar alle politieke partijen uh, met onze standpunten, die straks ook gewoon online uh, te lezen zijn. Naar nou, de, de komende community meetings. We hadden natuurlijk eigenlijk vandaag ze. Uh, 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 fysiek bij elkaar willen komen. Dat is helaas niet gelukt. Maar ja, gelukkig dat we toch weer een, een mooie digitale webinar hebben kunnen doen. En de volgende staat al vast, Dus zet hem al vast in uw agenda. op 4 april van dit jaar. En wat Suzanne net zegt. dan gaan we elkaar uh, zoals het er nu naar uitziet. gewoon weer fysiek ontmoeten. En schrijf je in voor de nieuwsbrief. Nou, Matthijs, dank je wel. Ik ben heel blij met deze uh, opstomming, want dan zie je dat we als stichting gewoon ook in deze coronatijd zeker niet uh, stilzitten. Misschien even een vraag voor jou, want jij zit natuurlijk ook in de vishandel. Uh, als je terugkijkt op dit jaar, hoe zit Noordzeevis uit Scheveningen gewoon commercieel gezien uh, eruit? Heb je daar nog wel een boterham aan kunnen verdienen? Nou ja, goede vraag, Suzanne. Dus uh, of we inderdaad aan het uh, een stukje lokale vissoorten uh, of uh, uh, daar, uh, daar nog een goede boodschap hebben kunnen verdienen. Nou, als je net. Uh... Uh, natuurlijk, de filmpjes zag van uh, uh, twee van onze ambassadeurs. Die hebben het ook echt zwaar gehad. Dus, ongeacht wel of geen lokale vissoorten, die, uh, ja, die, die hebben gewoon helemaal dicht, die, die hebben dicht moeten blijven. Dus ja, voor, voor, hun is het een, uh, voor hen is het een heel zwaar jaar geweest. Uh, voor de detailhandel, uh, aan de andere kant, dat is wel het kanaal geweest waar uh, heel veel uh, lokale vissoorten doorheen gaan. Dus de, de visdetailhandel hebben vorig jaar echt gewoon wel goede. Volumes uh, lokale vissoorten kunnen verkopen. Oké, okay, dus dat is voor de consument die de vis moet leren eten en moet leren kennen. Die kon eigenlijk nauwelijks of niet naar de horeca, maar die is wel goed bediend bij de speciaalzaken. Correct. En zeker nu met, uh, uh, met onze uh, nieuwe kaartjes is, uh, is de extra beduiding van de lokale vissoorten uh, als de, de vishandels er, er echt op een goede manier mee werken denk ik dat dat, uh, dat het juist extra zorgt voor, uh, voor meer verkoop. Ja, nou, daar komen we zo meteen nog even terug. En dan nog heel eventjes, uh, Matthijs, de vis van de week. Wat moeten we deze week uh, nou uh, eten? De boten zijn niet uitgevaren, heb ik begrepen, vanwege de storm. Gaat er nog wel vis binnenkomen? Klopt, uh, we, hebben, we hebben twee dagen een goede storm Corrie uh, te pakken, dus de vloot uh, wacht als het goed is uh, een dagje met, met uitvaren, maar die gaan uiteindelijk echt nog wel terugkomen. Ik heb zelf vorige week vrijdag uh, uh, samen met mijn, broer, met mijn broer en een vriend uh, tarbot uit de oven gegeten, dus dat zou ik uh, zeker aanraden omdat dat nog goed in mijn uh, Netflix-gegif staat. Oké, okay, nou hartstikke goed. Dan eten we vooral tarbot. Dan raden we dat iedereen aan. Neem lekker een tarbotje. En dan gaan we verder naar het volgende onderdeel. Matthijs uh, gaf het al even aan. Er is best goed vis verkocht in de visdetailhandel. En uh, ja, wij hebben een hulpmiddel voor al die viswinkels. Waarin we uh, ze iets kunnen vertellen over de vis die ze verkopen. Want bij een lekkere vis en bij een prachtig uh, product. Hoort natuurlijk ook een mooi verhaal. Paul, onze community manager, we zien hem hier op de foto, weer met die mooie muts natuurlijk. Ik ben blij dat jij ook bij mij aan tafel zit. En jij gaat ons even meenemen in die visbordjes en in ja. die vraag. Want waarom doen we dit eigenlijk? Nou, uh, vorig jaar uh, is er een uh, onderzoek gedaan door de Consumentenbond. En daaruit bleek. Uh, dat dit onderzoek al is gedaan onder 100 viswinkels, dat 99% van die viswinkels de etiketering in de viswinkel niet op orde had. Nou, dat, zijn, dat is dus echt uh, een enorm hoog aantal. En uh, ja, daar schrok iedereen wel van. Uh, dus uh, dit was uh, vis, uh, Visland, was in Rep en Roer. En uh, ik ging langs bij de visboeren en ze zeiden van: ja, dit, dit zeggen ze, maar de vraag nooit iemand naar en uh, dit en dat. Dus wij dachten van: nou, wat kunnen wij nou doen om. Uh, onze ambassadeurs te helpen om de etiketering op orde te krijgen en van deze zwakte dus eigenlijk een sterkte te maken. Uh, en toen zijn we dus een beetje gaan puzzelen en uh, toen zijn we dus uitgekomen op deze visbordjes. Ik heb ze hier en voor alle vissoorten uit de Noordzee hebben we dus zo'n uh, zo bordje gemaakt. Tenminste, ik moet zeggen alle commerciële en culinair interessante vissoorten van die hier in onze eigen Noordzee zwemmen. Die hier in uit in onze eigen Noordzee zwemmen, ja. ja. En dan hebben we van bot tot zonnevis... zijn we gekomen op 35 visbordjes. Uh, en daar moest bepaalde informatie op staan... om te voldoen aan die, uh, die regels vanuit de EU... om te voldoen aan de juiste etiketering. Zo moest er de vissoort op staan. Dus die hebben we hierboven gezet, Griet. Daarnaast moest de uh, wetenschappelijke naam erop staan... de Latijnse naam. Het... Herkomstgebied, wat in dit geval dus FAO 27 de Noordzee is. En de vistechniek moest erop staan. Dus dat visgebied, dat is natuurlijk heel makkelijk. Want dat is voor al die vissen van Noordzee vis uit gewoon de Noordzee. Dat klopt, dat klopt. Dus dat was erg makkelijk. Het venijn zat hem in de vistechniek. Want er zijn hartstikke veel vistechnieken die gebruikt worden. Denk maar aan de, de, de traditionele boomkor, uh, de flyshooter, maar ook de staandwand... Uh, uh, en ga zo maar door. Er zijn een hele hoop vistechnieken. Maar hoe zet je die allemaal op een bordje? Als je dat te vast op print, dan was je dus al echt eventjes bezig dan heb je heel veel bordjes. Dus we hebben even gepuzzeld en we zijn gekomen tot een poster. En op die poster hebben we alle negen de, de meest gebruikte. gebruikte. Ik kom hier bij me. Zal ik het even laten zien. Grote poster op uh, één formaat. En daarop staan dus al die vistechnieken. Je ziet hem ook in de PowerPoint. De meest gebruikte vistechnieken in de Nederlandse vloot staan daarop aangegeven. En op het bordje hebben we de, de mogelijkheid met vistechniek opengelaten, zodat je daar met een water of neembare stift getal in kan schrijven. Dat vervolgens weer verwijst naar deze vistechnieken. Nou, dit hebben we als eerste even getest bij een paar visboeren. En die hebben het in de winkel gelegd zo. En, uh, nou, één ding dat dus naar voren kwam als een leuk voordeel hieraan, is dat de vraag naar Noordzeevis hierdoor toenam. Mensen zagen het liggen en die, die kwamen dus spontaan achter dat bepaalde vissoorten gewoon uit de Noordzee kwamen, waardoor de dialoog in de winkel omging en ook de verkoop van Noordzeevis. Uh, dus naast dat je voldoet aan de etiketering voor, uh, die, die vereist is, die verplicht is, uh, zorgt het ook nog voor dat je omzet wat toeneemt. En uh, dat je een leuk verhaal kan afsteken over Noordzeevis. Uh, we zijn ook langs geweest bij een van onze ambassadeurs, die het in de toonbank had gelegd. En uh, hoe dat eruit ziet, daarvan heb ik nog een filmpje. Nou, dan gaan we even naar dat filmpje kijken hoe dat eruit ziet. <middels> Dat ziet er prachtig uit in die toonbank. Want zo zie je natuurlijk precies waar de vis vandaan komt. En dat het vis is, uitscheveningen, is ook meteen heel duidelijk herkenbaar. Ik snap dat dat heel aantrekkelijk is en ook voor de klanten een stuk zichtbaarder maakt. Paul, jij zit nog hier aan tafel. Als ik nou viswinkel ben en ik kijk naar dit webinar en ik denk, die bordjes wil ik ook wel. Wat moet die viswinkel dan doen? Uh... Alle viswinkels die ambassadeurs zijn van Stichting noord zuid die kunnen de bordjes gratis krijgen. Dan moeten ze mij mailen en dan zal ik het naar ze toesturen. En uh, uh, ja, dan wordt het kosteloos naar ze opgestuurd. Oké, okay, en als je viswinkel bent en je bent nog geen ambassadeur en je denkt ik wil toch heel graag die bordjes. Ja, dan is er eigenlijk maar één oplossing hè Paul? Ja, ambassadeur worden van de stichting natuurlijk. Ambassadeur worden van de stichting. Heel goed. Nou, ik hoop dat uh, iedereen dit uh, ziet en, uh, en, nou, die bordjes uh, gaat aanvragen. Want dat geeft gewoon veel meer herkenbaarheid en het geeft ook een mooi verhaal. En ik denk dat dan uit het volgende onderzoek van de Consumentenbond zal blijken. dat in ieder geval de viswinkels in Scheveningen uh, hun taken volbrengen. en veel meer aandacht besteden aan een juiste etiketering van de vissoorten. Dank je wel, Paul. Graag gedaan. Ondertussen zit ik hier niet meer alleen aan tafel, maar zit bij mij aan tafel Gemma Takke. Hartstikke fijn, Gemma, dat jij gekomen bent. Gemma is niet zomaar iemand. Gemma is onderzoekster bij Wageningen Economic Research. En heeft ongelooflijk veel consumentenonderzoek gedaan. En deze keer heeft ze dat in het afgelopen jaar, anderhalf jaar denk ik, ook gedaan naar consumenten en het consumentengedrag op gebied van vis. En dan nog, zeker in het bijzonder, jongeren. Wat vinden jongeren van noordzeevis Scheveningen? Nou, wij zijn heel blij, Gemma, dat jij ons mee wil nemen in, in dit verhaal. Het is best een, nou, af en toe een ingewikkeld verhaal, een wetenschappelijk verhaal, maar dat mag je ook verwachten van mensen van de Wageningen Universiteit. En we zijn in ieder geval heel blij dat ze dat vandaag ons wil presenteren. Gemma, aan jou het woord. Dankjewel, Susanne. Ik zal het met u hebben over het consumentengedrag van jongeren in uh, en Noordzeevis uit Wat hebben wij gedaan? Wij hebben onderzocht hoe jongeren uit Scheveningen en omstreken kunnen worden geïnteresseerd in uh, vis die in Scheveningen aangeland is. Dus die vissers in Scheveningen op de kade hebben gezet. En dan hebben we vooral gekeken hoe in de horeca en in de ambulante vishandel en op de markt en bij de viskraam hoe de aanbieders consumenten kunnen helpen om meer van die lokale vis te consumeren. De steekproef. We hadden 73% vrouwen en 27% mannen. En in totaal 400 jongeren tussen de 18 en 35 jaar. De meeste van de mensen die wij ondervraagd hebben kwamen uit Den Haag. En dat is natuurlijk niet verrassend, want een criteria was dat ze minimaal... Twee keer per jaar in Scheveningen zouden. Uh, vis zouden eten. in de horeca. of elders in, uh, bij een viskraam of op de markt. De andere mensen ziet u, dat zijn mensen uit de directe omgeving van Den Haag. En in dit kaartje is aangegeven. hoe ver ze ongeveer van Den Haag vandaan kwamen. Wat we zien is een normale verdeling in de jongeren. qua opleidingsniveau. maar qua inkomensniveau. zie je wel dat de helft ongeveer. een bovenmodaal inkomen heeft. En dat is wel bijzonder, dat hadden we niet verwacht. We hadden dat dat ook, verwacht dat dat ook normaal verteld zou zijn. Wat eten die jongeren dan vooral? Nou, het meest favoriete is toch wel kibbeling, maar ook, dat is jammer, zalm uit uh, Noorwegen. Maar voor de rest zijn ze ook wel heel erg geïnteresseerd in pasta met Noordzeevis, sushi, uh, lekkerbekken. Die, die doen het ook nog heel goed. Tonijn, dat is geen Noordzeevis. En in Paella kun je natuurlijk allerlei vissoorten kwijt. Dus u ziet hier het overzicht van gerechten die jongeren heel interessant vinden. Maar het is ook heel bijzonder dat een heleboel jongeren eigenlijk niet weten waar ze vis nou eigenlijk normaal hoe ze het moeten omschrijven wat ze ermee eten. Waar kopen ze de vis? Nou, wij hadden verwacht. Nou, dat is uh, bovengemiddeld de supermarkt. Daar eten we vooral uh, vis vandaan. Maar wat hier in dit figuur heel erg opvalt, is dat de speciaalzaak door jongeren ook best veel bezocht wordt. Voor uw informatie, normaal gesproken is 6% van de omzet. van voedsel in speciaalzaken. dat zou in dit geval op 25 consumenten neerkomen. En we zien dat de markt al het dubbele heeft. dat de viswinkel het, twee, het vierdubbele heeft. en dat de viskraam nog een hoger aandeel heeft. Dus u ziet dat uh, jongeren ook. De speciaalzaken weten te vinden. En dus voor de ambassadeurs die in dergelijke zaken hebben. jongeren zijn echt wel in hun zaak geïnteresseerd. en misschien zelfs wel in Noordzeevis. Wanneer eten jongeren vis? En dan zien we dat vis vooral iets is voor de avondmaaltijd. wat we allemaal niet vreemd vinden. maar het is ook echt een tussendoortje voor jongeren. Vooral de gefrituurde vis is iets wat ze tussendoor middags nemen. En uh, smiddags bij de lunch eten ze toch vooral gerookte vis en blikvis. Dus ik denk dat ze dan aan tonijn denken. Maar ook dan is die gefrituurde vis nog steeds erg lekker bij jongeren. Bij de warme maaltijd zien we dat ze vooral diepvriesvis nemen. Of verse vis. Voor jongeren is dat ook nog bijzonder hoog, die verse vis. Waarom eten jongeren vis? Nou, allereerst om de smaak. En dat is niet raar, dat zien we ook bij allerlei andere voedingsmiddelen. Maar wat hier bijzonder is, is dat vis met natuurlijkheid relatief hoog scoort. Dat zien we bij andere voedingsmiddelen zien we dat niet altijd. En zaken als dierenwelzijn, milieu en variatie, fair trade, keurmerken, dat soort zaken zitten in de derde ring. Dus we zien dat die smaak what's in het voormi, dat dat belangrijk is en dat prijs wat vaak wordt gezegd van Nederlanders. Dat Nederlanders allereerst op de prijs letten, dat dat niet eens de eerste, het eerste aspect is waar ze op letten. Het zit wel in de tweede ronde. Maar het lokale, oh dat zag u net heel snel voorbij vliegen, dat is eigenlijk minder uh, een criteria om vis te kopen. Maar als we jongeren vragen: zou u meer willen consumeren? Dan zegt 69% gewoon ja. En wat zouden ze dan meer willen uh, consumeren? Nou, dat zijn echt allerlei, allerlei uh, aspecten. Maar als we dan vragen: Noordzeevis, wat zijn daar dan de positieve aspecten van? Dan zeggen ze als ze naar het logo kijken: dat straalt iets uit van vers, van gezond, lokaal uiteraard. Maar ook duurzaamheid, eerlijkheid en lekker. Dus met Noordzeevis zou er best nog wel een goed imago neergezet kunnen worden. Maar dat is er nog niet. Dat ziet u aan deze figuur. Want als we aan jongeren vragen, het zijn heel veel lijntjes, maar even de grote lijn. Wat we zien is dat ze Noordzeevis nauwelijks onderscheiden van vis in het algemeen. En als ik u mee terugneem naar de eer, een van de eerste figuren, stond zalm helemaal bovenaan. Dus die zalm onderscheiden ze eigenlijk nauwelijks van die Noordzeevis die hier uit Scheveningen komt. Nou, dat zou toch echt jammer zijn. Als we daar niet meer uh, plus, een plus voor neer zouden kunnen zetten, die consumenten als, een, als iets onderscheidends uh, zien. Wat zien we nou over het geheel in het onderzoek? Oh, mag ik te snel? Dat uh, jongeren vooral verwachten van is dat het een vers product is. En als u weet dat een groot deel van de vis die aangeland wordt in Scheveningen nu bevroren wordt. Dan is er echt nog wel een weg te gaan om deze lekkere, verse vis. in eh, Scheveningen en omstreken op de kaart. of te verkopen. in vis-speciaalzaken of op de markt. Vis is voor jongeren een lunchgerecht, een tussendoortje. of avondeten. We zagen bij dat tussendoortje. dat ze dan alleen denken aan die gefrituurde vis. Dus ook daar kunt u nog hele leuke dingen bedenken, ambassadeurs. om jongeren ook in het tussendoortje. een andere type vis te krijgen. En de geprefereerde maaltijden voor als u jongeren willen aantrekken om lokale vis te kopen is de gefrituurde vis in de maaltijd, maar denk ook eens aan pasta of sushi. Daar hoort misschien niet traditioneel die Noordzeevis in, maar als jongeren die die gerechten lekker vinden, zou een Noordzeevis misschien ook wel passen. Nou, Gemma, dank je wel. Hartstikke goed. Het geeft uh, heel veel inzichten. En voor wie de slides wat te snel vonden gaan. of voor wie nog niet alles op de slide helemaal kon lezen. dan uh, krijgt u die natuurlijk ook uh, toegestuurd van ons. Uh, die zitten straks in de mailing. waarin u ook nog een keer de hele Zoom-uitzending van vandaag kunt terugkijken. Gemma, nog eventjes. Jij hebt al die jongeren geïnterviewd en gevraagd. Je hebt dat eerst kwalitatief gedaan. toen heb je dat kwantitatief uh, gedaan. Dus. Dat geeft eigenlijk een, een heel goed beeld. Wat is nou jouw belangrijkste uh, aanbeveling voor ons als Stichting Noordzeevis uit Scheveningen? Nou, dat er meer variatie aan gerechten komt met noordzeevis. We zien nu dat jongeren bij noordzeevis misschien als eerste denken aan vis met patat of vis met aardappelen, maar noordzeevis zou in een veel breder scala aan gerechten kunnen worden toegepast. Een van de andere dingen die ik in het kwalitatief onderzoek, dus dat waren de groepsdiscussies met jongeren naar voren kwamen, is dat jongeren ze niet goed genoeg kennen en dan dus ook niet durven te bestellen. Want als je vis en vlees worden als heel duur gezien door jongeren, dus ja, om dan iets uit te proberen wat misschien niet lekker is, dat durven ze niet zo goed. Maar als u dan een visschotel zou kunnen maken, wat een soort borrelhapje is, we zagen dat ze daar uh, vis als een tussendoortje zien dan kunnen ze ook verschillende vissen proeven. En zo'n zo visschotel, net zoals in plaats van de bitterballen... dat zou nog wel een product kunnen zijn wat heel aantrekkelijk is bij jongeren. Kijk, die onthouden we even. Want uh, we hebben heel veel ambassadeurs in de uitzending... en ook gewoon in onze achterban. Dus uh, deze tip is eigenlijk de gouden tip van Gemma. Uh, zorg voor, zeker in de horeca, voor een schotel waarin je allerlei verschillende soorten noordzeevis uit Scheveningen... al dan niet gefrituurd serveert zodat jongeren kunnen proeven. Want dat is denk ik heel dat is wat ik meen te horen uit jouw verhaal uh, onbekend maakt onbemind. En ja, dus dan helpt het als ze gewoon wat meer verschillende soorten kunnen proeven. Ja. En begint dat dan meestal in de horeca? Nou ja, sommige sommige jongeren komen al bij die visspeciaalzaken. Dus ook de mensen die in vis speciaalzaken staan, kunnen jongeren enthousiasmeren om eens een keer iets anders te nemen dan wat ze meestal nemen. Um, aan de andere kant, de horeca is wel een middel om jongeren aan de vis te krijgen. Ik kijk bijvoorbeeld naar de oesters. Die zijn door de horeca onder jongeren veel, uh, veel beter opgepikt. Dus de horeca is wel een ontmoetingsplek waar jongeren elkaar zien. Ja. Dus ja, waarom niet de horeca als introductiemarkt waar ze kennis maken met Noordzeevis. Om ze vervolgens in de thuismarkt ook te gaan maken. Nou, dat lijkt me een hele goede suggestie. We werken als stichting ook heel veel samen met onderwijsinstellingen. ROC Mondriaan, SVO. Speciaal om ook samen met die jongeren die daar op school zitten te vertellen wat het verhaal is. Zodat zij het ook weer door kunnen vertellen in hun Toekomstige werk. Ze gaan vaak veel al in de horeca werken. En dat is natuurlijk ook heel hard nodig. Gemma, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor het onderzoek en voor je presentatie vandaag. Fijn dat je naar de studio gekomen bent. Het is allemaal natuurlijk nog heel goed terug te zien. En we gaan nu verder naar het volgende onderdeel. En dat is eigenlijk heel leuk. Dat is een klein kort filmpje. En dat filmpje is opgenomen in de Floriade in Almere. U zult denken, wat moeten we daar? Ja, dat moeten we. Daar moesten we ook wat. Want daar is uh, Sharon. En Sharon's Chef Show is een bijzondere show die uh, iedere week of iedere twee weken plaatsvindt met bijzondere producten. En jullie kennen vast Sharon wel. Zij is ook de kok van Binnenste te buiten En deze keer had zij Paul op bezoek als community manager van Noordse En ging ze samen met Paul aan de bak. Eens even kijken. Welkom bij de Sharon Chef Show. In het Food Forum koken wij het menu voor de toekomst. Dit doen wij om zo lokaal mogelijk te koken en duurzaam te koken. Deze aflevering ga ik het hebben over de Noordzeevis. Het is toch bijzonder dat wij in de Noordzee meer dan 220 soorten vis hebben. Dit gesprek ga ik houden met André en Paul. En ik heb een bestaan. Dat is absurd. En Absoen die helpt mij bij het koken, want dat ga ik natuurlijk ook doen. Ik ga koken met prachtige vis uit de Noordzee. Nog veel meer mooie vissen. Want kun je vertellen wat jij doet, Paul? Nou, ik ben Paul Eierland. Ik kom uit Scheveningen. En uh, ik werk bij Stichting Noordse Vis uit Scheveningen. Want zoals je net al aankaart, 90% exporteren we. Ja. Nou, dat vonden we zonde. Dus uh, met de visopslag van uh, Scheveningen zijn we toen Stichting Noordse Vis uit Scheveningen op gaan richten. Om te kijken: van kunnen we het product Noordse Vis beter vermarkten? En wat wij dus uh, in eerste instantie zijn gaan doen, is visboeren helpen om het assortiment Noordzeevis in de viswinkel uh, beter aan te kunnen geven. Daarnaast zijn we ons gefocust op horeca om hun dus uh, advies te geven op menukaarten en uh, weten welke viskaarten bijvoorbeeld in plaats van tonijn gebruiken, et cetera. En als laatste zijn we ons gericht op de consument, om, hun dus, uh, om voor hun kookboeken te schrijven. En zodoende dus de vraag naar Noordse vis en het aanbod Noordse vis een beetje meer bij elkaar te brengen. Paul, jij hebt ook mooie vis meegenomen voor mij, nieuw. Want deze komen dus niet ja. van Urk dit keer, maar uit Scheveningen, vers ja. gehaald. Wil je er iets over vertellen? Over ja, nou, deze vis is vanochtend op de afslag van Scheveningen aangevoerd. Ja, ik ga ze er even bij halen, want ja. dit is toch wel. Ja. Ik moet ik ook heel eerlijk zeggen: als ik dus als leek niet zou weten hoe lekker dit zou worden, zou ik denken: wat moet je ermee? Ja. Ja, nou, dit, uh, dit is inktvis. Ja, dat zie ik. Zie het. Ik zie het. En ik zie ja. het gelijk allemaal gerecht. En, en ik, oh, dit is zo zijn, fantastisch. Uh, zijn verbaasd als ik zeg dat het eigenlijk gewoon een Nederlands streekproduct is. Weet je wat mijn moeder laat zei? Dat de Noordzee de schoonste zee is van de wereld. Klopt dat? Ja, ja dat klopt. En, en de best beheerde zee. Oh. Qua, ja. qua uh, uh, visbestanden en. Uh, Oh, ja, ja, ja. Het is een beetje glibberig. Het is de schoonste zee ter wereld, maar ook de meest gereguleerde zee ter wereld. Ja, maar dat is toch, dan hebben we toch echt een verkeerd beeld met wat er eigenlijk gebeurt in de Noordzee. Want er zeggen ook het woord overbevist. Van alle vissers die ik heb gesproken, zeggen er is genoeg vis. Wat kunnen wij ja. eraan doen dat mensen en meer vis gaan eten? Um, ja, weet je, ik ga er toch gewoon lekkere dingen erbij maken, helaas. Kunnen ze dat thuis niet proeven, maar ze kunnen het wel namaken. Ja. En wat ik soms tegen maak, ga je jullie zeggen: het is amazing, het is fantastisch! Ja, nee, maar... Je moet gewoon altijd hele vis kopen. Zoals ik al net zei, dan zie je dat het vers is. Uh, en je kan altijd nog van, de, uh, van, van wat overblijft, kan je een heerlijke bouillon maken. Ja. Nou, je herkent dus verse vis aan die, uh, aan die rode kieuwen, ja. uh, die helder rode. Die kun je ook opeten. Dat wist ik niet. Jazeker. Ja? Hij ja. me niet zo lekker. Nee. Maar misschien kun jij maar van gedachte veranderen. Nee, ja. ja. Nou, de ogen moeten dus uh, helder zijn. Nee. Dit zijn heldere ogen. Hij moet niet ruiken naar vis. Zie je? Hij nee, ruikt naar de ruikt hartstikke ja. lekker. En als je erop drukt met je vinger, dan moet de huid moet terugveren. Dus echt wel. Ja. En als die blijft staan, dan weet je nou, dit is niet zo vers. Dus daar kan je verse vis aan. Nou, u ziet het al. Sharon vindt het geweldig om samen met Paul meer te weten te komen over Noordzeevis uit Scheveningen en daar ook lekkere recepten van te maken. Dit was eigenlijk even een voorproefje met een hele kleine elementjes uit deze hele uitzending. En de hele Sharon Chef Show komt binnenkort online en daarvan zullen we u natuurlijk ervoor zorgen dat u die ook kan zien. Ondertussen is hier alweer iemand nieuws bij mij aangeschoven. Geert uh, Hoekstra zit hier. Uh, ook Geert is een onderzoeker van uh, Wageningen Economic Research. En wij zijn heel blij dat uh, Geert onderzoek heeft gedaan naar het verdienvermogen. Want het is natuurlijk heel fijn om een lekkere vis te hebben, om een mooi verhaal te kunnen vertellen. Maar het is ontzettend belangrijk dat daar ook gewoon een boterham mee verdiend kan worden. Dus uh, Geert is uh, aan de slag gegaan met dat stukje verdienmodel. We hebben al eerder daar een keer... Over gehoord, maar hij heeft nu nog meer daarover te vertellen. En Geert, ik wil graag het woord geven aan jou. Dankjewel, Suzanne. Nou, goedemiddag allemaal. Uh, om te beginnen over, deze, over dit onderzoek, dit bedrijfseconomisch onderzoek, hebben we ons drie vragen gesteld. En daar zal ik u kort in meenemen. De eerste vraag is: in hoeverre is er een sterk verdienmodel met NoordC De tweede vraag: in welke mate? Kan een verkorte keten potentie bieden? Want we hebben het hier uiteraard over de lokale en korte keten. En de derde vraag. Wat is er nodig voor een sterk verdienmodel? Om te beginnen met die potentie in de keten. Nou, u zult dit figuur vast nog wel herkennen. Maar dit geeft in één opzicht heel mooi weer. Wat er gaande is op Scheveningen. Maar ook waar de meeste vis uit de Noordzee naartoe gaat. Want in de donkerblauwe blokken. Daar zien we de lokale korte keten, zoals we die kennen op En de witte blokken, dat is eigenlijk een verlenging van die keten, maar daar gaat wel 90% van het volume naartoe. En dat is de export. Ik wil niet zeggen dat we die weg moeten denken, want die is uiterst belangrijk. Als we beseffen dat bijvoorbeeld een kotter binnenkomt met 15.000 of 20.000 kilo, hebben we het over 500 kisten. Nou, dan moeten we aardig wat vis eten, willen we die allemaal weg hebben. Tegelijkertijd zeggen we wel, we willen juist. Dat meer van die verse vis lokaal wordt gegeten. Nou, en daarom zeggen we, we willen juist die donkerblauwe blokken stimuleren. En dat noemen we dus de lokale korte keten. Als we dan kijken van welke vissoorten zijn goed van prijs, dus op de lokale visopslag van Scheveningen, dan zien we in dit figuur en in één oogopslag waar de meeste vraag naar is. Soorten zoals Tarbot, Noordzeetong. Diezelfde inkvis die Paul net liet zien als Sharon. Dat zijn vissoorten waar heel veel vraag naar is. Daar wordt ook goed geld voor betaald. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel onbekende soorten. Die worden er nu nog vaak bijgevangen. Ik wil niet zeggen dat ze ongewend zijn. Maar het is jammer dat er nog weinig vraag naar is. En stel dat die vissoorten ook meer bekend worden. En dus ook meer bemind. Dan zul je zien dat de vissen er meer aan kan verdienen. De lokale uh, visverwerking en visgroothandel. En uiteindelijk ook de visdetailhandel of de horeca. En dat is natuurlijk wat we willen. Dat al die vissen niet daar onderaan in een figuur zwemmen, dus met een lage prijs. Maar steeds hoger komen te staan, zodat we daar nog een betere boter kunnen verdienen. En meer gewaardeerd worden. Als we dan kijken, is dat mogelijk? Nou, in het onderzoek van Gemma zagen we al terug dat er veel vraag is naar zalm. En als we dan kijken naar de meest geïmporteerde soorten, die zien we in het figuur rechts dan valt op dat die prijzen enorm hoog zijn vergeleken met onze lokale Noordzeevis, de verse Noordzeevis. Ik moet erbij vertellen, dit zijn de prijzen zoals die in de visdetailhandel gelden. Maar toch valt het op dat in het linker figuur, dus die verse Noordzeevis, dat die relatief lage prijzen zijn ten opzichte van die geïmporteerde soorten. Dus als we zeggen prijs, dat maakt dat er uiteindelijk weinig vraag is naar Noordzeevis, dan zien we dus dat er nog heel veel potentie ligt. Want tonijn, zalm, maar ook de doraden, dus de zeebrazen, die kennen een hoge prijs. En dat kan dus ook voor Noordzeevis gelden. We zien dat de consumentenprijs als volgt is opgebouwd: oranje, dus dat is zeg maar de verwerking. Daar wordt de meeste uh, ja, prijs verhoudingsgewijs opgebouwd. Maar dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat die vis gefileerd wordt. En dan hou je natuurlijk maar een x-percentage van de hele vis over. Nou, dan kunnen we nog allerlei dingen doen met die vis die overblijft. Maar dat is de reden waarom het oranje deel het grootste is. Nou, we hebben heel veel ondernemers geïnterviewd. Um, ondernemers vanaf de visverslag, uh, de ver verwerking, visgroothandel, tot en met de visdetailhandel en de horeca. Ja, en een beeld zegt meer dan duizend woorden, maar dat is ook met citaten zo. En een citaat wat mij enorm is bijgebleven, dat is bijvoorbeeld. Wat een lokale uh, chef ook zei van een restaurant: Het is toch raar dat als je op een Scheveningsstrand zit op het terras met uitzicht op de Noordzee, dat je dan gambas uit Vietnam bestelt. Nou, en dat zien we dus wel vaak gebeuren. Of bijvoorbeeld, er was wel een ondernemer die zei: Ja, het is niet zo dat ik alleen maar ouderen in mijn viswinkel heb. Ik kom ook juist veel jongeren tegen. En het opmerkelijke van de jongeren is juist dat die meer experimenteren. Of een andere uitspraak is. Het ligt ook maar net in welke wijk je zit. De Frederiks-Hendriksaan heeft een heel ander publiek dan bijvoorbeeld in Duindorp. En daar moet je dus ook je assortiment op aanpassen. Nou, zalm, tonijn en gamba's worden veel meer gegeten, maar dat komt ook omdat ze veel meer bekend zijn en een grootschalig aanbod kennen. Tegelijkertijd, de financiële marges, je kunt maken als lokale winkel of visverwerker, die zijn op vers Noordzeevis soms hoger dan op de zalm en de tonijn. Dat komt omdat. De supermarkten die bieden vooral de zalm en tonijn aan. En eerlijk is eerlijk, goedkoper dan de supermarkt kan haast niet. Dus het is moeilijk om daar meer marge op te maken. De uitkomsten uit het onderzoek. Nou, opvallend is dat de verse Noordzeevis vooral bij uitstek geschikt is voor de lokale keten. Omdat het onderscheidend is, het is uniek. Met name voor de lokale horeca en de visdetailhandel. Daar ligt dus kansen om er ook echt een goede boterham mee te verdienen, want ook de marge's liggen daar hoger, 20 tot 25 procent. Kijken we naar de visverwerking, visgroothandel, daar geldt toch iets anders. Dat is de tussenhandel, die kennen kleinere marge's, dus je moet er ook vooral letten op van hoeveel volume kunnen we daarvan verkopen. Dus dat is even een aandachtspunt. Wat we zien bij um, de export is dat er een grotere vraag is en daardoor ook vaak meer kansen om een hogere prijs te vragen. En uiteindelijk zei ook uh, meerdere ondernemers. als ik een, iemand met een Mediterraanse achtergrond heb. of ik kijk naar die landen waar ik de vis naar exporteer. dan zijn ze daar minder prijsbewust dan de Nederlandse consument. Diezelfde tarbot die uh, Matthijs aanprees. daar wordt van gezegd. de Italiaan die zou hem kopen bij 5 euro duurder. en de Nederlander laat hem dan juist liggen. Dus dat is een verschil, een cultureel verschil. Maar laten we hopen dat de Nederlander daar nog veel van kan leren. Nou, als we dan uh, kijken naar uh, de belangrijkste aspecten. Prijs, smaak en kwaliteit zijn de dominante factoren... volgens ondernemers voor de verkoop. Dat ik ook, een consumentonderzoek van Gemma. Maar toch, die prijs is niet altijd doorstelgevend. En ik zal daar een voorbeeld van geven. Er waren meerdere ondernemers die zeiden... ik doe er alles aan om die prijs... bij wijze van een euro goedkoop te krijgen dan mijn buurman... om dan de klant te winnen. Maar tegelijkertijd komt diezelfde jongere bij mij binnen... en die vertelt vol trots... en dan laat hij zijn telefoon zien met Instagram... Ik heb voor 50 euro heb ik een sushi gekocht afgelopen weekend. Ik heb dat op Instagram gezet en ontzettend veel likes gehad. Oftewel, prijs is niet altijd doorslaggevend. Het gaat vooral om de waarde, de persoonlijke waarde, die de koper eraan geeft. Als we dan kijken naar de lokale herkomst, dan zien we dat die steeds meer aandacht krijgt, ook vanuit beleid en overheid. Ketenverkorting is niet altijd kostefficiënt. Als we nagaan dat iemand voor in de viswinkel een bruto slaat. Ze heeft van 30.000 euro. Dan moet je aardig wat vis verwerken. Dan wil je dat terugverdienen? In plaats van dat je het door de lokale visverwerker laat doen. Dus dat is een aandachtspunt. Het aanbod van visgevangen gevangen zeevis is grillig. Vandaag hebben we de storm Corrie. Nou, dat betekent automatisch dat er minder vis aan de markt is. En dat maakt dus een grillig of instabiel um, ja, volume wat aan de markt komt. Nou, en tenslotte, aanbod bepaalt wat veel consumenten willen. Als de supermarkt en de multinationals vooral inzetten. Op die geïmporteerde vissoorten, zoals tonijn en zalm of gamba, ja, dan hebben die veel meer slagkracht en zullen jongeren daar ook sneller naartoe trekken. Er zijn heel veel kansen um, tegenover zwaktes, bedreigingen, um, die daar ook weer aan geleerd zijn. Als we even kijken naar het belangrijkste aan de rechterkant, om maar even met de, uh, de minder rooskleurige kant te starten, is ja, viseters krijg je moeilijk uh, in je winkel. Dus dat is zeker een opgave. Maar ook wat heel belangrijk is, is dat die aanvoer van Noordzeevis blijft. Gelukkig staan er ook heel veel kansen en sterktes tegenover. We zien bewijzen van dat vers en gezond is uniek. Het is uh, niet overal en altijd verkrijgbaar. Dus die lokale herkomst, dat is kenmerkend voor Noordzeevis. En uiteindelijk het herkenbaarheid. Dus het logo van Stichting Noordzeevis is heel belangrijk. En dat hoor je ook terug. Dus ik hoop dat die visbordjes ook een voordeel daarmee kunnen doen. Nou, dan gaan we naar de conclusie. Ja, uiteindelijk... diverse vis die is echt uniek voor die lokale en korte keten. Um, de financiële productmarge... die liggen dus vrij hoog. Vooral bij de visdetailhandel en bij de horeca. Uh, ten slotte... Uh, we zien dat er nu nog heel veel vraag is... naar um, de niet noordzeevissoorten En dat heeft er dus ook mee te maken... dat er voldoende aanbod moet blijven. En ten slotte... Uh, wat ik al noemde, prijs is niet altijd doorslaggevend. Het gaat om die persoonlijke waarde voor de koper. Het voorbeeld van de sushi. Nou, Dan gaan we naar de aanbevelingen. Die heb ik even opgedeeld in drie categorieën. Allereerst individueel voor u als bedrijf of als, als ondernemer. Het unieke, we hebben in die coronatijd hebben we sluitingen van winkels gezien. Veel uh, horecazaken zijn met uh, drive-thrus begonnen en met webshops. En dat geeft unieke kansen. Want online kun je veel beter sturen... Wat mensen zien van jouw product. Vergelijk je dat met een supermarkt. dan kun je mensen veel minder goed sturen waar ze langslopen, langs, langs welk schap. Online kan dat vaak beter. Dus dat is een kans. Wat ook belangrijk is, is de strategie die je kiest. Welk probleem los je op of welke behoefte? Soms hoor je bij oudere klanten dat ze zeggen: Ik ben gewend vanuit mijn opvoeding om op vrijdag vis te eten. Dan is vis niet alleen het stillen van een trek of van een honger. maar het is ook een stukje nostalgie of een stukje herinnering. En daar kunnen ondernemers goed op inspelen. En dat geldt dus ook voor jongeren. Van ontmoeting, experimenteren, internationaal, reizen. En dat kun je eraan verbinden. Een collectieve aanbeveling. Verlaag de drempel om bekend te raken met smaak en structuur. Bijna iedere ondernemer zei, jongeren willen gemak, ze willen iets kunnen proeven, maar laat ze het dan ook proeven. Dus dat is een absolute aanbeveling voor de hele stichting. Ga vooral testen doen, laat mensen proeven en bekend raken met structuur en met smaken. Uiteindelijk de visuele herken, herkenbaarheid. Dus de visbotjes die Paul aanprees. Dat is een mooie manier om Noordzeevis te onderscheiden van de geïmporteerde soorten in uw schap. En tenslotte, ik hoop dat er ook mensen vanuit ministeries of overheden meekijken. Wat heel belangrijk is, is dat we ook voldoende verse Noordzeevis aan de markt blijven krijgen. Dus het is belangrijk om vitale visserij, visserijgemeenschappen te hebben, ook op Scheveningen. En dat dus die verse vis tot ons blijft komen. Want daar zit een hele keten achteraan, een korte lokale keten, die daar een voordeel van kan doen. En stimuleer korte ketenconcepten en merken. Om een voorbeeld te geven, in Oostenrijk is dit heel gebruikelijk. Dat als je in een bepaalde streek komt, herken je dat meteen aan het beeldmerk of aan het product wat daar vandaan komt. Nou, en dat moet hier natuurlijk zijn, verse Noordzeefs, uitscheveningen. Ik dank u wel. Nou, Geert, super, dank je wel. Kijk, deze komt er meteen achteraan, want dat is natuurlijk even een hele leuke. Um, Geert, dit ben jij met je dochter, net vader geworden. Ja. En uh, wat is er nou natuurlijk mooier als jouw dochter straks het toonbeeld is van de ambassadeurs en ook uh, vis gaat eten? Nog even terug naar jou, uh, jouw onderzoek, want je hebt heel veel aanbevelingen en heel veel conclusies. Um, jouw eerste vraag was: kun je met Noordzeevis uit Scheveningen ook een, financieel gewoon een goede boterham eten? En wat zeg je dan eigenlijk? Ja. Uh, wat de ondernemers ook zeiden, het is uh, makkelijker om marge te maken dan dat je heel veel concurrentie hebt. Want zalm en tonijn, dat kan natuurlijk iedereen importeren en dat kan ook iedereen aanbieden. Het is unieker. Tegelijkertijd, ja, de vraag vanuit veel consumenten is toch nog die bekendere soorten. Dus dan zal er aan die bekendbaarheid, daar zal nog wel hard gewerkt moeten worden. Oké, okay, hard werken aan die bekendheid. En tegelijkertijd zeg je, als dat zo is, dan biedt juist die Noordzeevis vanwege die marges misschien wel heel veel perspectief. Exact. Ja, hey, en dan, wat zou jij ons aanraden om vandaag, morgen, overmorgen in ieder geval uh, te gaan eten en te gaan proeven? Ja, ik heb, uh, wijting koop ik de laatste tijd heel Sorry. veel vers. Heel veel. Op de markt. En uh, dat is dus weer zo'n uh, bijvangsvis waarvan ik zeg, die is nauwelijks meer bekend, maar wel ontzettend smakelijk. Hij doet niet onder voor de kabeljauw. En anders uh, de Grauwe Poon. Oké, okay, dus wijting Grauwe Poon voor jou. Tarbot hoorden we net uh, van Matthijs. Ik heb Gemma nog aan tafel zitten. Gemma, had ik jou nog helemaal niet gevraagd. Welke vis uh, kies jij dan? Nou ja, een, een lekker stuk kabeljauw vind ik ook nog wel steeds lekker. Een mooi hoor. lekker stuk kabeljauw. Nou, dat is uh, heel fijn. Ik wil jou ook heel erg bedanken, uh, Geert, voor dit onderzoek. Daar kunnen we allemaal uh, ons voordeel uh, voor meedoen. En ook dit onderzoek is natuurlijk straks te vinden op onze website. U krijgt het in de nieuwsbrieven toegestuurd. En kunt allemaal in het webinar natuurlijk nog een keer uh, nakijken. Dan hebben we, voor zover ik het nu weet, twee ambassadeurs online in beeld. Uh, die zijn niet in de studio, maar die zijn uh, online in beeld. Welkom dat jullie er zijn. Als het goed is, heb ik Hubert van, yes. van Wildcatch. Dag Klopt. Hubert. Fijn Goeiedag. dat je er bent. Ja, heel goed. En uh, we hebben Niels van uh, vis. Niels, klopt dat? Ja, dat klopt. Zeker. Hé, hey, leuk dat jij er ook bent, jongen. Hartstikke fijn. Uh, jullie zijn uh, eigenlijk onze twee meest recente ambassadeurs. Heel fijn dat jullie ook bij de Stichting Nesvis uit Scheveningen ambassadeur geworden zijn. En ik wou eigenlijk even met jullie... Uh, nou, misschien goed om jullie even eerst even voor te stellen... Wie jullie zijn en wat jullie hebben. Heb je een viswinkel of ben je horeca of, of nog iets anders? Ik begin met jou, Hubert. Wat is Wildcatch eigenlijk? Yes, ja, dankjewel. Leuk dat we hier mogen zijn. Ik ken uh, overigens me, uh, Hans, Niels niet, dus wat dat betreft, uh, we zijn los van elkaar. Ja, mijn naam is Hubert de Lede, ik ben van Wildcatch. Wij maken producten van Noordzeevis. En dan met name die stromen die anders de kans lopen, moet ik zeggen, om niet gebruikt te worden. Dat zijn de bijvangstvissoorten En dat zijn het gehakt wat overblijft bij die vleerderijen van makreel en van kabeljauw. Daar maken wij producten van van de horeca, met name, maar ook voor de retail. En dan moet je denken aan een burger, een visburger, een ravioli van makreel. Uh, een kroketje, een curry, uh, noem maar op. Eigenlijk alles wat je ervan kunt maken, uh, dat maken wij ervan. Nou, dat klinkt helemaal super lekker. En ik krijg er eigenlijk uh, al zin in. En die producten, zijn dat verse producten? Of maak je dat in, in potjes en blikjes? Of hoe ziet dat uit? Nee, wij laten alles produceren en wij maken alles diep bevroren. Dus uh, wat ons betreft zal ik de meest. Verse methode, zeg maar, voor de horeca. Dus gewoon het bevroren aanleveren. En daar kunnen ze gelijk. Uh, het zijn halffabricatie. Ze dus kunnen ze gelijk gebruiken: of frituren of, in, of uh, zeg maar verder bewerken. Koken, noem maar op. Maar uh, alles wordt uh, bevroren aangeleverd. Nou, hartstikke goed. Ik hoop dat er heel veel horeca mensen luisteren en die denken. hé, hey, dat is een goed idee. Ik ga even naar Niels, want uh, die hebben we ook hier, uh, ik wou zeggen, aan tafel. Maar dat is niet zo online. Niels. Uh, vertel eens even, Habraken Vis en uh, Bru17, daar ben jij van. Wat zijn dat of wat is dat? Ja, uh, Bru17, dat is een, uh, een viswinkel in Bruinisse En een visrestaurant onder één dak. En daar zijn we ongeveer tien jaar geleden begonnen. En middels 22 jaar zitten we in Stellendam met een viswinkel. Dus die hebben we ook nog. In de visafslag zitten we daar. Hartstikke goed. Nou ken ik stellen dan vooral van de garnalen. Uh, die zullen jullie daar ook vast heel veel uh, verkopen. Ook andere Noordzeevissoorten op de menukaart? Ja, alleen maar. Alleen maar? In, in ons restaurant alleen maar, ja, klopt. En in de winkel? Uh, de winkel, ja. We hebben ook zalm en gamba's bijvoorbeeld in de Vriezen, maar we leggen duidelijk de nadruk op Noordzeevis. Ja, en dus zie weleer... je in de af. En zie je in de afgelopen tijd dat consumenten daar meer op, uh, op, op vra om vragen? Ja, eigenlijk wel. Uh, mensen hebben wat meer vraag over vis. Uh, waar komt het vandaan, vinden ze belangrijk? En ja, goed, de, het is aan ons om een goed verhaal uh, te vertellen en een goed advies. En uh, ja, wij zeggen altijd, we kunnen met droge ogen deze vis verkopen. Ja. Nee, dat snap ik. Nou hoorden we net in dat onderzoek van Gemma dat Gemma zei van ja, vooral die jongeren die willen ook af en toe wel eens wat proberen of misschien uh, ja, want ze hebben ook wat twijfelt. Mijn vraag is: komen er bij jou in de winkel en in het restaurant veel jongeren? Uh, ja, er komen ook wel jongeren. Dat zien we met name in ons restaurant. Je merkt bijvoorbeeld oesters eten en schelpdieren. Ja, dat. Dat, dat is best wel hip geworden, zeg maar. En ook in de winkel, ja, daar zien we jongeren. Maar ja, met name middelbare leeftijd, moet ik zeggen. Misschien ja. uh, jouw producten, Hubert. Zijn dat nou typisch producten die geschikt zijn voor jongeren? Wat denk jij? Nou, ik zou zeggen, ze zijn geschikt voor iedereen uiteraard. Maar uh, kijk, een thuisviskoekje een thuis viskoekje, uh, dat is natuurlijk iets wat misschien meer gericht is op de, op de jongeren. Of een ravioli van gerookte makreel met wasamico. Nou, dat zijn gewoon fantastische producten, maar die veel in, de, in de restaurants gebruikt worden in Amsterdam en in, in de Randstad. En ja, daar komen, komen namelijk ook jongeren op af. Um, we leveren veel aan keteraars. Uh, uh, dus bedrijfskatering, uh, daar leveren we veel aan, dus dat is ook, nou, dat is ook voor iedereen. Maar ook al van de valken zijn grote afnemer bij ons, en dat zijn weer denk ik wat meer de iets ouderen die daar met name komen. Dus weet je, het is voor, alle, voor ieder wat wil, ze gewoon, gewoon een goede Noordzeeburger kan iedereen eten. Ja. Uh, en een thais is misschien weer iets, iets culinairs, iets meer voor de jongeren. Maar we hebben wat dat betreft hebben een heel breed assortiment. En gewoon een kroketje vindt iedereen lekker wat dat betreft. Uh, ja. Een mooi Noordzee kroketje kan, kan er iedereen gegeten worden. Dus we hebben veel nou iedereen ja. dat deels. Hartstikke goed, dat, uh, dat ben ik helemaal met je eens. Hey, dan, uh, jullie zijn net allebei ambassadeur geworden van de Stichting Noordje Vis uit Scheveningen. Misschien even uh, Niels, jij eerst. Wat verwacht je van, uh, van je ambassadeurschap en van de stichting? Waar kunnen we jou het best bij helpen? Ja, kijk, uh, promotie van de Noordzeevis en de lokale vis... dat is voor mij het belangrijkste. Kijk, en of die Noordzeevis uh, ja, uit Scheveningen komt of Stellen dan, weet je, dat doet er voor ons niet zoveel toe als het maar uit de Noordzee komt. Ja, hey, en dan helpen we jou nu hè, met die visbordjes, met narrowcasting... we kunnen wat leuke filmpjes maken. Heb je nog andere dingen waarvan je zegt van... Goh, daar heb ik eigenlijk wel behoefte aan of daar, uh, dat zou nog wat extra's zijn... Nou, nou, dat vind ik moeilijk zo te zeggen. Uh, ik, ik denk dat dit al belangrijk is. Uh, een stukje herkenbaarheid is belangrijk. En uh, ja, goed, voor de, voor, voor de rest is het ook aan de ondernemer zelf natuurlijk om, uh, ja, om de aandacht te vestigen op die producten die je wil verkopen. Ja, nee maar dat klopt. Als ondernemer moet je het natuurlijk, uh, natuurlijk zelf doen. Dat, ja. is, uh, dat is heel belangrijk en wij kunnen jullie een steuntje in de rug uh, geven. Nee, maar goed, uh, promotie, herkenbaarheid. Uh, continu zorgen dat het onder de aandacht komt, ja, dat is belangrijk natuurlijk. En dat is zo'n stichting ja. uh, uiteraard prima voor geschikt, zeg maar, om dat te doen. Ja. Hé hey, Hubert, jij bent ook ambassadeur geworden. Wat was voor jou nou de belangrijkste reden? Waar heb je het meest baat bij? Ja, ik vind het geval belangrijk dat er, dat er een stichting is die opkomt voor, voor die Noordzee en die laat zien dat er gewoon supermooie producten uitkomen. Kijk, um, natuurlijk is sales altijd, altijd belangrijk. Altijd handig. Dus een netwerk waar je in komt is belangrijk. Um, wat ik merk is dat met name de grote cateraars, maar ook de retail meer en meer gaat kijken naar: van, weet je, wat is nou de, uh, de, de, de footprint van een product? En wat is de CO2-afdruk, bijvoorbeeld? Nou, als je een een wildgevangen dier neemt uit de Noordzee van, van dichtbij... wat niet gekweekt is, noem maar op... ten opzichte van bijvoorbeeld vlees van, 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 van een koe... dan is dit zoveel zo, zo malen duurzamer. En dat is wat veel consumenten nog niet weten. Die hebben gewoon niet door dat uh, een wildgevangen door zeevis, uh, dat het gewoon ongelooflijk duurzaam is... als het heel goed gequoteerd is of goed onderhouden is... Dat je, dat je dan eigenlijk heel duurzaam een, een, een dierlijk stukje, een, een stukje vlees eet. En dat zou wel nog meer gepromoot kunnen worden. En misschien gewoon zelfs, er zijn bureaus die meten de CO2-print per kilo van een, van een dier, dat we dat gewoon inzichtelijk gaan maken voor, voor Noordzeevis. Want weet je, dit is zoveel um, lager ja. qua CO2-uitstoot dan, uh, dan, 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 dan een, dan een, dan een, dan een rund of een kip of noem maar op. Nou, dat zou mooi zijn om dat gewoon eens een keertje gewoon helder te maken in de, in de media. Nou, ik vind dat een goede suggestie. Volgens mij hebben we dat als stichting nog niet uh, zo nadrukkelijk uh, gedaan. Dus uh, ik ga hem in het bestuur brengen en we gaan hem eens kijken of we hem uh, op de agenda kunnen zetten. Um, we hadden net uh, Geert en die zei, en dan kijk ik ook even naar Niels, dat er ook een goed verdienvermogen achter die Noordzeevis uh, zit. Uh, Niels, kun je dat ook uh, beamen? Geldt dat voor jou ook? Yeah. Het, het feit, denk ik, dat wij in ons restaurant nadrukkelijk kiezen voor Noordzeevis. Of uh, schaalscheldier uit de Waddenzee of Oosterschelde. En we hebben geen zalm op de kaart, geen tonijn, geen gamba's. Ja, daarmee trekken we een, een publiek uh, gasten die echt voor deze producten komt. En ze zijn echt wel bereid hun portemonnee te trekken. Als wij maar zorgen dat het gewoon top is, topvers, goed bereid en... Dat is belangrijk en dan is er zeker wat uh, een goede marge op te maken. Zeker. Nou, hartstikke goed. Uh, dat is ook, uh, dat is ook, sluit ook aan bij het onderzoek van Geert en dat is wat Geert ook zegt: uh, Die goede marge heb je natuurlijk ook nodig als restaurant, als viswinkel. Er is ook helemaal niks verkeerd aan om een boterham te verdienen. Um, en het is mooi als je daar ook nog een goed verhaal bij, uh, bij kan hebben. En ik vind die CO2 footprint, zoals uh, Hubert dat net uh, naar voren bracht, ook een heel goed item om, uh, om een keer bij de kop te gaan pakken. Um, Hubert en Niels, ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie inbreng. Um, en we hopen allemaal een keer bij jou te komen eten, uh, Niels. En um, we hopen jouw producten, Hubert, de volgende keer op onze communitybijeenkomsten te mogen serveren. En ik denk vast dat de ondernemers uh, hier in de show zitten... die denken, uh, die producten van Wildcash, daar gaan we gewoon eens even naar kijken. En misschien gaan we ze ook wel gewoon even in onze volgende nieuwsbrief uh, benoemen... en uh, neerzetten, want dat doen we met al onze nieuwe ambassadeurs. Dus jullie komen zeker nog uh, aan bod. Bedankt dat jullie er waren. Bedankt. Tot ziens. Jo, doei. Nou, dan zijn we bijna bij het laatste deel van, uh, van ons webinar. Um, want uh, ja, zo ronden we het dan met elkaar uh, weer af. Ik wil jullie nog even meenemen in ons nieuwste project... waar we binnenkort mee gaan starten. Het sluit een beetje aan op de Thaise viskoekjes... die uh, Hubert net al noemde. Want we zijn van plan om een nieuw kookboek te gaan maken. Zoals jullie allemaal weten, even kijken... Dan uh, hebben we twee kookboeken gemaakt. Eén in 2018 met verhalen van Scheveningers. Eén in 2020 met verhalen van jongeren. Waarop we aansluitend ook dat onderzoek uh, wat Gemma gedaan heeft uh, hebben laten doen. En nu gaan we in 2022. We zijn bijna uitverkocht met deze kookboeken. Als je er nog een wil bestellen, doe het dan snel. We hebben er nog een paar, maar niet zoveel meer. En nu gaan we door met een boek over Noordzeevis internationaal. Natuurlijk nog steeds over onze Noordzeevis uit Maar daar kun je heel veel lekkere recepten mee maken. En dat in een stad als Den Haag, waar ook ongelooflijk veel internationale scholen zijn, ambassadeurs, internationale instituties. Dus wat we graag willen doen, we willen graag een boek maken met internationale recepten van onze eigen Noordzeevis uit We verzamelen recepten van ambassadeurs of van anderen die goede ideeën hebben... en maken daarmee een boek voor en door de ambassadeurs van Noordzeevis uit Scheveningen. Dus bij deze wil ik een oproep doen. Bent u ambassadeurs en heeft u een, op uw menukaart... een mooi internationaal recept staan met Noordzeevis uit Bel dat dan, mail dat aan ons door, geef dat door. U ziet hier bijvoorbeeld haring in een pokeball. Nou, naar dat soort dingen zijn we op zoek. Die kunnen dan in ons kookboek komen en daar gaan we dan natuurlijk de verhalen omheen bouwen en de ambassadeur die het aandraagt ook in het zonnetje zitten. Daar wil ik het voor nu bij laten en daarmee het webinar afsluiten. Ik wil Gemma bedanken voor haar onderzoek. Ik wil Geert bedanken voor zijn onderzoek. Ik wil natuurlijk Matthijs bedanken voor zijn eerdere introductie. Paul bedankt voor je filmpjes en je uitleg van de visbordjes. En ik wil u allemaal bedanken voor het luisteren en het kijken naar dit webinar. Volgende keer is 4 april. Dan hoop ik u allemaal weer fysiek te zien. Uh, we gaan nog eens even kijken hoe en waar en wat. Maar voor nu bedankt voor het kijken. En mocht je terug willen kijken, dan vooral doen. Het staat op YouTube en het komt ook in de nieuwsbrief. Tot ziens! Dank u wel.